In 1425, dames en heren, werd er in Milhezen al een kapel gebouwd, gewijd aan de heilige Antonius. Die kapel die heeft er eeuwenlang gestaan, werd op den duur natuurlijk onderkomen, een ruïne zelfs, zo rond het jaar 1800. En ja, toen heeft men uiteindelijk besloten om op deze plek, dezelfde plek als waar die kapel stond, een kerk te gaan bouwen. Nog met bouwmateriaal dat uit die oude kapel voortkwam. Zo schijnt het dat de eerste drie geledingen van deze toren met bouwspulletjes uit die oude kapel zijn gemetseld en gemaakt. En toen werd Milhezen een zelfstandige parochie, gewijd aan de heilige Willibrodus, uiteraard. En de kerk, dat was een waterstaatskerk. Dat betekent dus dat hij onder de financiële auspiciën van Rijkswaterstaat en ook met toezicht van haar ingenieurs werd gebouwd. In de jaren 63-64 van de vorige eeuw vond er een enorme verbouwing plaats. Er gebeurde van alles dat, wat mij betreft, de kerk toch wel iets minder mooi maakte. Gotische ramen bijvoorbeeld werden van die vierkante dingen. De zijbeuken kregen platte daken. De banken, het altaar, het priesterkoor, het werd allemaal veranderd, gemoderniseerd. En of je daar dan blij mee moet zijn, dat is sterk de vraag. In de jaren 80-90 kwam men op die move terug en is er weer kleur in de kerk aangebracht. En ja, in die kerk staat nog steeds een oorspronkelijk spitsorgel uit 1856. De Nije Kerk, dames en heren, de nieuwe kerk, gewijd aan de heilige Gerardus Majella. Ja, in de jaren 50
werd Gemert groter en het aantal katholieken nam beduidend toe. En er was een extra kerk nodig, een tweede parochie. En in 1958 is deze kerk gebouwd onder bouwpastoor Strijbos. Heel apart, teken van die tijd, met een zaalkerk, een grote rechthoekige zaal. En ook een prachtig dak, een golvend betonschaaldak heet dat officieel. Gewassen grind, in grindplaten, in de vloer, uitlopend aan de voorkant in losgrind in het plein al daar, waarin dan weer de losstaande klokkentoren staat. Ja, het is een typisch voorbeeld van de Bossche School, ontworpen door architect De Jong uit Schaik. En toen kwamen de minder katholieken en toen werd het hele proces weer omgedraaid. Uiteindelijk is de kerk aan de eredienst onttrokken. Er zijn woningen ingebouwd, de bibliotheek heeft er een tijd gezeten, de kringloopwinkel. Een teken van deze tijd. Kent niet iedereen dit beeld, maar wel herinnert zich iedereen de eerste steenlegging van de nieuwe Sint-Graduskerk op 22 juli. Monsieur Beckers, die persoonlijk hierbij aanwezig wilde zijn, kwam om 2:30 aan bij de pastorie. Monsieur kwam niet met lege handen, maar bracht een grote bouwsteen mee, zij dan figuurlijk, in de vorm van 25.000 gulden, als bijdrage voor een nieuwe kerk. Tevens wenst hij de bouwpastoor Gods beste zegen. Pastoor van den Heuvel, die stiltjes glunderde, ontving ook de beste wensen voor heel katholiek Gemert. Na een kort lof met predikatie door Monsieur Beckers trok men een optocht naar het bouwtrein van de nieuwe kerk. Voorop de harmonie. Als eerste werd het kruis geplaatst op de plaats waar later het altaar komt. De ceremonialis was pater Drift van het kasteel die de gebeden leidde. Geassisteerd door pastoor van den Heuvel en dokter Brouwer plaatste pastoor Strijbos met de vrijste ceremonie de hoeksteen. Enkele maanden na de steenlegging hebben we de in volgang zijnde bouwerij in schade geslagen. De laatste boog wordt hier gestort. De bogen worden daarna met teer en asfalt afgedekt. Pastoor Strijbos, die wel zou willen helpen bouwen, als hij de tijd maar had, is volledig op de hoogte met de bouwerij. We hebben pastoor Strijbos, toen hij van de bouw kwam, bereid gevonden iets te vertellen over de kerkenbouw. Dat je met hart en ziel achter de bouwerij aan zit, dat is ons wel duidelijk, want anders zou ik niet aandurven boven het dak te klimmen. Maar een eerste vraag is, zou je ons kunnen vertellen hoe de bouwerij verloopt? Nou meneer Kanders, ik ben zeer tevreden. Als u weet dat we 22 juni de eerste steen gelegd hebben en 4 maanden later die bijna dicht is, dan mogen we zeer tevreden zijn. Nou meneer Pastoor, een hartelijke dank voor dit onderhoud en we hopen allemaal dat u wensen wat dat betreft de eerste heilige mis in vervulling mogen gaan en dat de Sint-Gerardus parochie in Gemert mag groeien en bloeien in lengte van dagen. Meneer Pastoor. Dank u wel meneer Kanders. Dat de bouwerij inderdaad vlot verlopen is, bewijst wel dat pastoor Strijbos in december het kruis nog heeft kunnen plaatsen op de toren.